Zo, nieuw cadeau. Ik heb naar mijn mening echt hier een foeilelijke das. Ik vind hem zelf echt niet mooi, maar ik ga hier proberen iets goeds van te maken. Dus ik ben benieuwd naar jullie reacties sowieso. Ik heb de brede zijde aan mijn rechterkant, de dunne zijde hier. Omdat je best veel gaat verbruiken, je gaat heel veel draaien, heb je de korte zijde. Hè? Maak je de smalle zijde, hou je heel kort. Ik zit ongeveer op knoopnummers. 2, 3 zo ongeveer. Ik kan ze daar een klein beetje aantrekken. Dus je mag hier wel. Hij mag best kort. Je gaat rechts over links. Trek hem achterlangs door. Vervolgens ga je voorlangs. Ja, een beetje schuin naar beneden. Trek hem achterdoor. Deze mogen best strak. Vervolgens ga je een derde keer voorlangs. En achterdoor. Alleen nu zorg je ervoor dat je hier deze lus, hier een lus blijft houden. Zo, daar. Vervolgens ga je terug schuin naar boven toe. En terwijl je naar boven gaat, trek je deze lus een klein beetje naar beneden toe. Want die hebben ze dadelijk nodig. En voorlangs. En daarna ga je nog een keer voorlangs. Dat je hier twee keer omhoog bent gegaan. Dus drie keer omlaag, twee keer omhoog. Ik ga voorlangs achter mijn strop door. Alsof dat ik naar een four in hand zou gaan. Vervolgens ga je door je bovenste laatste slag heen. Met je stropdas. Trek hem hier al rustig aan. Via de korte zijde kun je hem rustig richting je nek krijgen. Goed. En nu pak je de brede zijde en dan ga je door die laatste lus die we net ook hadden gemaakt. Die eerste lus die we ook hadden gemaakt. Dan ga je nu doorheen. Zo. Kijk. Een beetje corrigeren. Aan. Traag omlaag. En omdat deze das nu zo ver verbreid is, dit is geen lange das, komt die zeg maar hier nu echt heel erg laag uit. Hij zit niet op mijn riemhoogte. Ja, het gaat op de knoop uiteraard. Dus stop je hem mooi in je vest. En wordt de aandacht volledig getrokken naar de knoop. Laat me weten wat je ervan vindt. Ik ben heel erg benieuwd. Fijne dag nog.